Yes Rammers, welkom bij weer een nieuwe video. Zoals je ziet ben ik terug in Nederland en gaan we even lekker aan de bak. Hè? Hard werken, hard ontspannen. We hebben nu weer hard geontspand en nu gaan we hard werken. We duiken gelijk de gym in. Dat is wel relaxed, bij ons op kantoor heb je gelijk de gym. Dus we beuken die gym in en zie ik jullie zo in de gym. Ram! Zo, die pomp zit er lekker in. Weet je wat ik zo mega vind aan deze gym? Alles is lekker old school. Gewoon lekker van de oude stempel. Kijk, deze gewichten. Kijk, deze gewichten. Dit is gewoon top, weet je. Dit is gewoon echt, gewoon. Dit zijn echte gewichten. Meestal heb je nu van die laffe plastic dingen. En ik hou van die old school. Dus daarom train ik hier vandaag. Dus Rammers, laatste oefening, kuiten. Let's go man, doorpakken die handen. Morgen Rammers. Zo, training zit erop. En de mannen zijn goed op tijd, hè? Morgen, hè? We kijken. Kijk eens, dat zijn ze, de Rammers. Ja. Morgen Rammers. Hoe is het? Lekker man, ja? Ja, lekker maatjes. Lekker weertje. Zo. We gaan natuurlijk weer helemaal fris en fruitig worden. Dus we hebben hier een eitje. Twee eitjes. Op drie rijstwafels. Lekker watertje erbij. En wat staat daar nou, joh? Hey? Wat is dit nou, jongens? Willen jullie het weten of niet? Dit zijn samples van onze nieuwe brand. Wie weet wat erin zit. Laat het weten in de comments. Yes, mooie mannen. De afgelopen jaren is mij één ding opgevallen als ik in contact ben met vrouwen. En die wil ik je graag even meegeven. Als jij een missie in je leven hebt, als jij helderheid in je leven hebt, dan vinden vrouwen dat aantrekkelijk. Als jij als een zoutzak erbij staat, als zij aan jou vraagt van wat is je doel in je leven? Je zegt, weet ik niet. Ja, dan knapt ze daar natuurlijk op af. Vrouwen houden van een man die borst vooruit, kin omhoog en weet wat hij wil. Dus als jij nog steeds niet je missie hebt gevonden, als jij nog steeds niet helderheid in je leven hebt, begin daaraan te werken. Want vrouwen vinden dat super belangrijk als een man gewoon helderheid in zijn leven hebt. Als jij weet van oké, over 5 jaar heb ik een goed bedrijf opgebouwd. Over 10 jaar heb ik een goede vastgoedportefeuille. Als jij die ambities durft uit te spreken en je hebt het daarover met een vrouw, dan vindt een vrouw dat fijn. Die wil bescherming, die wil helderheid in de leven hebben. Ze wil geen zoutzak hebben die niet weet waar die heen wilt en vervolgens maar heel zijn leven loopt aan te klieren en al zijn geld loopt op te maken aan kutzooi. Dus als jij nog zoiets hebt van ja, ik weet nog niet waar ik heen wil, begin eraan te werken alsjeblieft. Want vrouwen vinden dat super belangrijk. En geld interesseert ze niet eens, hè. Ik ben heel eerlijk met je, de meeste vrouwen interesseert het geld niet eens. Of je nou 1 miljoen hebt of 100.000 euro of 10.000 euro, dat boeit ze helemaal niks. Als ze maar gewoon de leuke dingen kunnen doen met jou. En als jij gewoon helderheid in je leven hebt. En je weet gewoon wat jouw missie is en wat jouw taak is. Dat vinden ze veel belangrijker. En dat je gewoon stevig in je schoenen staat. Gewoon zeg wat je denkt. Niet lopen miepen als er wat aan de hand is. Probleem, oplossing. Niet als er een probleem is in de afwachtende houding gaan staan. En zeggen, ja ik weet niet wat ik moet doen. En je gaat in een hoekje staan. Nee, regel je shit. Dat vinden vrouwen aantrekkelijk. Die houden daarvan. Ook even naar de sportschool gaan. Super belangrijk. Als jij alleen maar loopt te vlieren fluiten met een zak chips op de bank. Ja, dat vinden vrouwen niet sexy. Die houden ervan als een man gewoon lekker fit, gezond is. En natuurlijk, ik zeg niet dat je helemaal strak moet zijn. Hè, maar ze vinden het wel fijn als je gewoon sterk in je schoenen staat. En je hebt gewoon een fitte kast.
En als je een fitte kast hebt, heb je ook een fitte mindset. En dan kom je ook verder in het leven. Dus dat is ook super belangrijk. Als jij gewoon helderheid hebt, je missie weet, gewoon een fitte kast aan het bouwen bent voor jezelf, dan gaat alles veel soepeler. En dan komen ook de vrouwen vinden dat veel aantrekkelijker. Dus ga het maar een keer testen alsjeblieft. Ik ga jullie nu wat tips geven hierover. Ga maar een keer testen. We zitten nu natuurlijk in die zomerperiode. Als je een keer op een strandtent staat en een vrouw... Eigenlijk moet je twee manieren testen. Je moet testen van, ik weet echt niet wat ik wil. En dan moet je kijken wat de vrouw, hoe ze daarop gaat reageren. Echt als een, misschien weet je het wel, misschien weet je het niet. Dat maakt in principe niet uit, maar test het eventjes. Doe net alsof je een downie bent die niet weet wat hij wil in zijn leven. En doe het op een manier dat je weet wat je wil. Je hebt helderheid, je hebt een missie. En de vrouw gaat daar echt super lekker op. Dus voor de vrouw die nu zit te kijken, ik geef de jongens even tips daarover. Dus niet ineens mij aanvallen. Dus dat is even belangrijk. Die wil ik even met je mededelen. Dus ik ga zo even de geldmachine introductie met de mensen hier. En dat soort dingen leer ik ook. Hè. Leiderschap. Gewoon stevig in je schoenen staan. Borst vooruit, kin omhoog. Zeg wat je denkt. Niet in de afwachtende houding gaan staan. Nee, regel je shit. Ga op pad. Ga zoeken. Ga mensen benaderen voor bepaalde dingen. Ik zeg ook super vaak tegen jongens. Ga met een succesvolle man uit eten. Ik heb heel vaak dat ik gewoon mentoren of gewoon mensen die succesvol zijn, die in vastgoed zitten, die gewoon een goed bedrijf hebben, dan ga ik mee uit eten, zeg ik, ja, ik betaal de lunch wel. En hun zeggen ook altijd van tegen mij, als we dan gewoon in gesprek zijn, nee, je moet je missie weten. Je moet een missie hebben, een taak. Hoe ga je de wereld verbeteren? Dan ga je alles bereiken wat je maar wil. Niet gelijk een snelle paar centjes verdienen. Dat interesseert helemaal niemand. Niet op de lange termijn. Maar jij wil iets achterlaten. Jij wil iets achterlaten waarvan je kan denken, bam, dat was René Kooijman. Of dat was jij diegene die nu zit te kijken. Dat vind ik in ieder geval kicken. En ik denk dat iedereen dat kicken vindt. Weet je hoe trots ik ben dat ik kan zeggen, ik ben marinier geweest. Ik heb alles gehaald daar zo. Ben op uitzending geweest. Weet je hoe trots ik daarom ben? Dat is gewoon een supermooie ervaring geweest. En nu ben ik dat met bedrijven aan het doen. Nu ben ik dat met mijn vastgoed aan het doen. Zo wil ik het uit gaan breiden. Nu wil ik mensen daarin helpen. Om later willen kunnen zeggen van, bam, die man, jongen, die jongens. Die vandaag waren hier nog twee rammers. Ik zeg tegen hun, als jullie het gaan halen, dan ben ik super trots op, weet je. Dat vind ik kicken. En hun zijn ook helemaal trots. En daar moeten we het voor doen. Niet voor snelle euro's, noem het allemaal. Dat is allemaal kut. Missie. En zeggen wat je denkt. Helderheid in je leven. En gewoon ook een beetje mannelijk zijn. Dus dat waren de tips voor nu. Humans have a tendency to believe. Stop hoor, even dit kijken. In what they're doing just because it's kind of what they believe in. And you know, again, I think those traditional martial arts that were so popular, you know, back in the day, people truly believe that like Jocko Willink bij Joe Rogan, you know, stop my chi. Yes, Rammers, vanmiddag de geldmachine introductie gegeven, super waardevol. En ik had ook een belangrijke tip gegeven op Instagram. Als je meer succes wilt, zoek dan succesvolle mensen. Als jij meer wil bereiken in je leven, kijk dan naar mensen of ga dan naar mensen toe die dat al hebben bereikt. Zo ga je verder komen en zo ga je verder groeien. Hier ga ik hem bij afsluiten. Ik heb net lekker gegeten, wat bakjes gemaakt. En de Joe Rogan Show gekeken. De Joe Rogan Experience. Dus super waardevol ook om dat even te kijken. Even op de avond. En dan gaan we zo lekker naar bed. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik ga even helemaal rammen deze maand. En dan zijn we ready voor de zomer. Want het is pas juni, begin juni. En we gaan tot en met eind juni gaan we volop knallen aan de business. En dan zijn we er helemaal van in juli en augustus. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij de volgende video. Mochten er vragen zijn, laat het weten in de comments. Geef even een likeje en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jou bij de volgende video. Ciao!